Het was gisteren precies 500 jaar geleden dat Martin Luther zijn 95 stellingen publiceerde op de deur van de Slotkerk in Duitsland. Dit was ook het begin van de hervorming en het ontstaan van het protestantisme. In dit kader organiseerde de Trinitatis Lutherse Kerk een lezing met als titel De actualiteit van de reformatie 500 jaar na dato. De inleider was Hans Breveld. De lezing had als doel kerkgenootschappen en gelovigen ervan bewust te maken dat de reformatie een aangelegenheid is van de totale christelijke kerk. Verschillende denominaties en kerkelijke autoriteiten waren aanwezig bij de lezing in de Trinitatis Lutherse Kerk. Inleider Breveld ging in op het leven van de jonge theoloog Luther, die verandering wilde brengen in de wantoestanden in de Rooms-Katholieke Kerk. Dit heeft hem bijna het leven gekost. Door zijn doorzetting is het Luther uiteindelijk gelukt de mensen te laten inzien dat hetgeen toen door de kerk werd gepropageerd, niet door de Bijbel werd ondersteund. Dus, op Allerheilige in 1516, hou dat goed vast, 1516, houdt Luther een toespraak voor studenten, docenten, en daar attaqueert hij dit verschijnsel. Hij spreekt er schande over, dat de arme mensen daar komen en dat de mensen voor de gek worden gehouden. Hij zegt dat hij zelf in Rome zilveren florijnen moest betalen om zijn grootvader uit het vage vuur te redden. Maar als hij bezig is te praten, is onder zijn gehoor Aleander. En wie is Aleander? Aleander is de secretaris van de prins van Prins Frederik van Saksen. Een naam die weinigen van u ooit gehoord zullen hebben. Maar zonder deze Prins Frederik van Saksen zouden wij nooit gehoord hebben van Luther. Inleider Breveld heeft de kerkleiders opgeroepen om vanuit hun verantwoordelijkheid allemaal hervormers te zijn. Dominee Stewart deed vervolgens een beroep op de kerkelijke leiders om voortaan jaarlijks een nationale hervormingsdag te vieren om de nodige hervormingen in ons land te stimuleren. In de kathedrale basiliek vond eveneens in het kader van 500 jaar reformatie een kerkdienst plaats. De dienst was een samenwerking tussen het Rooms-Katholiek Bisdom en de Evangelische Lutherse Kerk in Suriname. Het thema van de dienst was Liberated by God's Grace. De dienst werd geleid door bisschop Karel Tjuni en pater Esteban Cross en de Lutherse dominees Ray Wimpel en Marjorie Slachtand. Bisschop Tjuni ging eerst voor. Jezus Christus, Heer van de Kerk, zend ons uw Heilige Geest. Breng ons hart en genees onze herinneringen. O Heilige Geest, help ons blij te zijn om de gaven die de kerk heeft ontvangen door de reformatie. Maak ons bereid tot berouw om de scheidingsuren die wij en onze voorvaderen hebben opgetrokken. En rust ons toe voor gemeenschappelijke getuigenis en dienst in de wereld. RK-bisschop Karel Tjuni gisteren tijdens de gezamenlijke dienst met de Evangelische Lutherse Kerk in verband met 500 jaar reformatie. Dit was ook de geboorte van het protestantisme, van waaruit meerdere christelijke denominaties, waaronder de Lutherse Kerk, zijn ontstaan.